Dieselverbruik is een groot thema bij ons bedrijf. Wij tanken toch op jaarbasis 1 miljoen liter. Als we dan meedenken dat 20% daarvan de bedrijfskosten zijn, dan is dat heel wat. Wij schaduwen dat door middel van Optifuel, zodat we kunnen zien per voertuig wat het verbruik is. Chauffeurs worden daarop aangesproken, zodat we met z'n allen toch het dieselverbruik verlagen. Het is een direct resultaat op het kostenplaatje. Wij zien een verbetering bij de chauffeurs in het rijgedrag. Haal de kracht van de vrachtauto uit de lage toeren. Minder harde remmingen betekent dat ze minder diesel verbruiken. De Renault trucks doen daarin mee dat je eerder moet schakelen, laag in de toeren houden, maar vooral ook de wagen uit laten rollen, anticiperen in het verkeer. Dat levert de hoogste besparing op. Dat doet het Optifuel-programma. Wat deze Optifuel-opleiding ook nog meebrengt, dat is de Europese wetgeving, dat we naar de 35 scoringspunten moeten over 5 jaar. Optifuel biedt hier een mogelijkheid aan om als transportorganisatie deze 35 punten bij chauffeurs voor elkaar te krijgen en nog eens een keer een stukje rendementsverbetering.